Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag gaan we een iets andere video maken als anders. We gaan nog altijd wel Pokémon stuff openmaken, maar het is speciaal van Amerika naar hier gekomen. Speciaal is veel gezegd, want het achterste dat je al ziet, deze binder, die kan je nu ook in België kopen. Maar beginnen gaan we doen met deze Dragonite tin. Deze tin heb ik kunnen overlaten komen in Amerika via een vriend van mij. Kost $18 bij Hobby's. Er was ook een Salamence tin van, maar ik vond de Dragonite tin veel leuker dan de Salamence. Ik weet niet welke packs erin zitten, er zitten wel maar 3 packs in, TCG Booster packs, maar dat zullen we wel zien wat erin zit. Ik had eigenlijk gehoopt dat het een dollar tin was, er zitten heel veel dollar packs in, maar dat is het niet, het is een gewone tin in Amerika. Daarnaast hebben we deze ook General Mills pakje kaarten voor 25-jarige Pokémon te vieren. Er zit altijd een Pikachu kaart in en 2 random kaarten van recente stats, denk ik. Zoals Darkness the Blaze of Rebel Crash. Er zitten 2 andere kaarten bij. Maar de Pikachu kaart is eigenlijk de kaart die iedereen wilt. En die krijg je gegarandeerd in dit pakje kaarten. En dan hebben we deze ook nog. Deze ook nog in Amerika gekocht had omdat ik dacht dat die in België niet zo te krijgen van of heel moeilijk te vinden zou zijn. Hij is moeilijk te vinden. Maar je kan hem kopen bij Dreamland of bij Intertoys in België of Nederland. Het is eigenlijk om de oversized starter sets in op te bergen. Dus het is ook een first partner collector binder voor 30 oversized cards. Je krijgt er ook al eentje bij. Dat is de Pikachu kaart. Die krijg je erbij met het 25-jarig logootje dat een beetje glimt. Die krijg je er al bij. Die kan je kopen in de winkel hier in België en Nederland. Maar ik heb deze nog in Amerika laten bestellen. Omdat ik dacht van ja, ik ga er nooit niet aan geraken. Maar dus toch wel, het is me gelukt. En elke maand komen er dan eigenlijk oversized kaarten van alle starters. En ik heb al een binder een beetje gevuld. Dus ik had er 2 besteld. En daar ga ik straks ook wel eens een keertje doorgaan. Maar beginnen gaan we doen met die 25-jarige stuff, die mag erachter. Maar beginnen gaan we doen met deze Dragonite tin, die ik al een beetje open had gemaakt. En in deze tin, die heel gemakkelijk open gaat precies, zit dan natuurlijk een promokaart. Dat is eigenlijk gewoon een holo-versie van Dragonite uit een van de sets. Voilà. Kijk eens aan. Onze mooie holo Dragonite. Ik denk dat het team-up is. Ik ben niet 100% zeker. Ik denk het wel. Maar het is een mooie kaart. Even hier aan de kant. Wat zit er nog in een codekaart die ik voor mezelf ga houden deze keer? We hebben een Sun and Moon Crimson Invasion. Dat is een iets minder booster, maar hey. Oh, Evolution zit er. Dat is een Sun and Moon Burning Shadow zit erin. En dan wat Evolution booster. Kijk eens aan. Had ik eigenlijk niet op gehoopt, maar ik heb tegenwoordig een master set van Evolutions. Die zal ik ook wel eens een keertje laten zien als het de tijd er rijp voor is. Of wanneer we er eens tijd voor hebben om deze te laten zien. Maar hey, leuke pack zou ik wel. Enkel Crimson Invasion is een iets minder leuke, vind ik persoonlijk. Maar de 2 andere zijn echt wel het waard eigenlijk. We beginnen zo met die Crimson Invasion. Dat is een Sun and Moon set. Ook al even oud. Code kaart is voor jullie. Zie eens 4 kaartjes. We beginnen met een Water Energy. Een Mawile. Een Gruppig. Die hebben we ook. Een Peking Red Card. Dat is een trainerkaart. Een Karablast. Een Feebas, een Salandit, een Cubone, een Weedle, Reversal was Magikarp en Mamoswine. Kijk eens aan, Mamoswine is niet echt een kaart die je vaak tegenkomt. Hè? De Pokémon heeft nog niet zoveel kaarten gekregen. Nu gaat het gerucht dat die in de nieuwe set die gaat uitkomen, die je nu kan pre-orderen. Sword and Shield set 6. Dat het wel eens een van de Pokémon zou kunnen zijn die een V had krijgen ofzo. Heeft hij nog nooit gehad. Ondertussen gaan we naar Burning Shadows. Kunnen we op Charizard jacht.
Er zit een Charizard in deze set. Maar aangezien het een groene codekaart was, vrees ik er een beetje voor. We hebben een Lightning Energy kaart. We hebben een Gloom. Een Seedra. We hebben een Bodybuilding Dumbbells. Een Tynamo, die hadden we net al een beetje kunnen zien toen ik de pack opdeed. Een Mudbray. Een Stuffle. Een Noibat. Onze Sauk. En onze Reverse Holo is een Electrobus. Kijk eens hoe mooi dat die Reverse Holos toch zijn ook. En een Bruxish. En dan hopen we natuurlijk op een holokaart in die Evolutions Booster. Aangezien we toch eigenlijk alleen maar witte kaartjes hebben groene kolenkaartjes. Dan hopen we een beetje op wat geluk in deze Evolutions. Het is ook altijd wel een beetje, hoe moet je het zeggen... Het is toch een beetje nostalgie, hè, als je het open doet. Het is jammer genoeg een groene codekaart. En dan een 3 naar voren. Het is nog een X-en-I set. Dan hebben we een Double Energy. Double Normal Colorless Energy. Een Charizard Spirit Link. Een Metapod. Energy Card. Een Magikarp. Een Weedle. Electrobuzz. Een van de coolere arts in die tijd, hè. Een Drowsy, die was al op Polygon. En is echt wel heel serieus off center. Polygon. En onze laatste is een Raticate. Jammer genoeg, geen goede pools uit deze tin. Maar ja, we zijn al gegarandeerd als we naar deze gaan een mooie Pikachu te krijgen. Maar deze, ja, misschien is er wel iemand geïnteresseerd van een mispuntgroep of zo in deze Polygon. Dan gaan we naar deze pack. We hebben hier een 25-jarige General Mills pack. Dus zoals ik al eerder al zei, kon je deze krijgen bij een pakje cornflakes in Amerika. Zulke dingen gebeuren dus nooit in Europa. Jammer, maar helaas, het is enkel en alleen Amerika dat zo'n dingen of collaborations of samenwerkingen met andere bedrijven echt gebeurt. Ik hoop dat de McDonald's kaartjes ook nog naar België komen. Maar ja, dat is ook niet al te zeker dat er toch van gaat komen of niet. En als ik deze nu eens voor een keertje open krijg, zou heel fijn zijn. Oh, we zijn er. Hoppatee. Niet zo mooi als we altijd willen, maar voilà. En dan heb je meteen deze mooie promokaart van Pikachu. Nummer 39 staat erop, Sword and Shield 39. En dan het mooie 25 jaar logo. Deze kaart, er zijn er heel veel van in Amerika, er zijn er ook heel veel van in Europa geraakt, denk ik. Maar het is wel een kaart om goed bij te houden, hoor. Die kan wel wat waard worden ooit. En dan krijgen we nog een Q-fan bij, van Sword and Shield base set. En een mooie cute jumper, die krijgen we ook nog bij. Wat is die toch schattig. We hebben op de hoop. En onze Pikachu, ja, die ga ik een keer een sleeveje geven. Voilà. Altijd leuk is om eens naar de achterkant te kijken. En dat ziet er allemaal perfect uit. Zie je aan. Dat zijn onze pools van vandaag. Een mooie Dragonite en een Pikachu. Ik had op meer gehoopt, maar het kan niet altijd feest zijn, hè jongens. Dan hadden we natuurlijk ook nog deze binder. Ik haalde mijn er zo dadelijk bij. Dus deze binder, die kan je nu kopen bij 3 maanden Intertoys. En dan krijg je deze mooie promokaart. Promokaart en een oversized kaart van Pikachu bij met het 25-jarig logo. En ik heb hem alvast in deze binder bijgestoken. Dus hoe ziet die binder er van binnenuit? Het zijn eigenlijk gewoon allemaal mapjes waar je oversized kaarten kan in doen. Dus Ultra Pro heeft ze gemaakt voor Pokémon. En dan kan je oversized promo kaarten erbij insteken. Dus in dit geval heb ik er bijvoorbeeld al een Pikachu in gestoken. En dan de 3 starters die te verkrijgen waren in maart, dus vorige maand. Dus normaal gezien denk ik over een paar dagen zullen de volgende starters wel komen. Dat zal dan van de Alola regio zijn, denk ik. Want we gaan het lijstje af normaal gezien naar richting Kanto, toch? En ze hebben allemaal dan die mooie 25-jarige stamp. Sobel. En ja, dus je kan er zo van alle promokaart in steken. Net zoals deze Pikachu kaart, die kan er ook in. Je krijgt er ook een mooi kaartje bij deze binder. En daar staat eigenlijk allemaal op welke
starters dat je kan krijgen. Dus in maart was het dus eigenlijk zoals je zag, Grookies, Corbani en Sobel. Volgende maand, of allee, de maand waar we nu in zitten, hè, april, gaan we Rowlet, Litten en Poplio krijgen. En daarna komt dan ja, de rest, Chespin en Kanto in oktober. Wanneer ook waarschijnlijk de 25-jarige set gaat uitkomen, 25th anniversary set van Pokémon uit gaat komen. Ik heb het kaartje er gewoon bij gestoken. Nu, het enigste opmerking die ik moet maken bij deze binder, want je zegt wel, oh ja, je kan er oversized kaarten in steken. Ja, niet alle oversized kaarten passen erin. We hebben ook nog een tijd gehad dat ze iets groter waren. Dus een tijdperk van Sun and Moon, waar je dan deze Snorlax GX kreeg en een Tapu Koko GX kaart kon krijgen. Uit doos bijvoorbeeld, of een Kingdra, of noem maar op. Maar die passen er dus net niet in, jammer genoeg. Dus het is langs de ene kant is het goed dat we eindelijk een binder krijgen voor de kaarten die je nu kan krijgen op boxen. Maar het is jammer dat onze kaarten voor de nieuwe maand eigenlijk er niet in kwijt kunnen. Dat is het enigste minpuntje van deze binder. En dan zijn we helemaal rond. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken en we zien elkaar weer de volgende keer. Vond je het een leuke video? Geef een duimpje omhoog en vergeet niet te subscriben op mijn channel. En binnenkort zijn we meer met Battlestars, denk ik nog, dat er nog een video moet komen. En we zien wel Pokémon producten druppelen binnen. Het is moeilijk om ze te krijgen soms. Nu de laatste tijd gaat iets gemakkelijker, maar het is niet al te gemakkelijk om ze te vinden. Dus ga op zoek, maak die dingen open, want het zijn dingen, de meeste mensen steken het in de kast en halen en proberen meer geld uit te halen. Maar ik vind dat niet de bedoeling is van Pokémon. Je moet gewoon ervan genieten als je het openmaakt en voor je sets compleet te maken in plaats van er geld uit te halen. Oké, mag wel eens iets verkopen, maar het is toch een gevoelig onderwerp de laatste tijd in de Pokémon community, dat je eigenlijk door scalpers en zo dat heel de hobby eigenlijk een beetje verziekt wordt, maar daar wil ik niet te diep op ingaan, ik ben er een beetje boos om, maar dan komen we wel uit, hè? Het meest schrik is voor 25-jarige set in oktober of in november, ik weet niet wanneer ze uitkomt. Maar zie dat je op tijd pre-ordert. En denk ook aan de andere. Pre-order niet te veel. En we zien wel. Tot de volgende keer, jongens. Bye bye.